Gemeenten in onze provincie worden bestookt met vragen van complotdenkers. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Tientallen brieven kregen ze binnen met verzoeken over geheime 5G-zenders. En de beantwoording kost veel tijd, dus geld. Deze complotdenker is ervan overtuigd dat er 5G-zenders in Lantarenpalen zitten. Hij denkt dat de overheid ons wil manipuleren. Waarbij je verschillende lichtfrequenties kunt loslaten op mensen. Onzin, maar hij vroeg wel veel documenten op. En dan hebben we het over een pakket van wel een duim dik met alle lantaarnpalen. In dit soort filmpjes wordt opgeroepen om hetzelfde te doen. Het gaat om zogenaamde WOP-verzoeken, de Wet Openbaarheid van Bestuur. Iedereen kan bij de overheid informatie opvragen. Uit ons onderzoek blijkt dat zeker 19 Brabantse gemeentes samen bijna 50 nutteloze WOP-verzoeken kregen over lantarenpalen. En daar zijn ze serieus veel tijd aan kwijt. Zo is een gemeente soms wel meer dan een volledige werkweek bezig met één WOP-verzoek. Zo was de gemeente Eindhoven 40 uur bezig met acht verzoeken. Zomere was 50 uur kwijt aan twee verzoeken. Het is veel werk voor gemeenten dat je toch per tekst die wordt opgevraagd, per document dat wordt opgevraagd, elke keer weer moet kijken wat je openbaar mag maken en wat niet. Want soms heb je toch ook te maken met vertrouwelijkheid, met gevoelige informatie, die dan moet weglakken of niet. En dus heb je als gemeente pech met een fanatieke wobber, weigeren is haast onmogelijk. Het enige wat je wel kan doen is eerst eens proberen met die mensen in gesprek te gaan. Nu wordt toch vaak ik, gezegd van ja, daar heb je weer zo'n gekkie, uh, maar ja ja, ook die gekkies, die hebben wel een verhaal en het helpt wel om dat eerst eens even serieus te nemen. Een nieuwe wet die de papieren rompslomp moet verminderen is al aangenomen, maar gaat waarschijnlijk pas volgend jaar in. Tot die tijd blijft het een hoop papierwerk. Ja, we hebben de maker van het complotfilmpje om een reactie gevraagd, maar hij heeft niet gereageerd.